Schepen Philip Heijlen plakt mobilisatieaffiches aan in het Sint-Felix-pakhuis in Antwerpen, net zoals er exact 100 jaar geleden gebeurde. Toen, op 31 juli 2014, werd de bevolking opgeroepen om zich klaar te maken voor de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen moest zich klaarmaken. Er was een fortegordel rond Antwerpen. De regering ging zich in geval van groot conflict terugtrekken naar deze stad, wat ook gebeurd is. De koninklijke familie is ook naar Antwerpen gekomen om dan weer door te vertrekken. En dus Antwerpen speelde een cruciale rol in de Eerste Wereldoorlog. En het Stadsarchief wil die periode ook de komende jaren eigenlijk dag na dag herdenken. Antwerpen start dus vandaag met heel wat herdenkingsmomenten rond de Eerste Wereldoorlog. Zo is er een historische blog opgestart, waar je dag aan dag de belevenissen en gruwel mee kan maken die de Antwerpenaren toen trof. We zijn eigenlijk uitgegaan van 5 dagboekfragmenten, dagboeken die wij gekregen hebben van schenkers, die hun verhaal vertellen over Wereldoorlog 1. Dat zijn heel gewone mensen, dat zijn scholieren, politieagenten, mensen die een gewone functie uitoefenen in Antwerpen. En zij wouden toch wel neerpennen wat zij hadden meegemaakt tijdens Wereldoorlog 1. En dat is natuurlijk voor ons heel dankbaar. Het Felix-archief lanceert tegelijk een oproep aan wie nog herinneringen of memorabilia heeft rond de Grote Oorlog. Er loopt ook een tentoonstelling, onder meer over de Duitse bombardementen met zeppelins, die delen van Antwerpen verwoesten en waarbij heel wat doden te betreuren vielen.